Wanneer wij praten over een huwelijk, dan is het vaak iets moois, iets sprookjesachtig. Iedereen met trouwplannen heeft zo zijn eigen fantasieën. Je denkt er vast soms al eens aan, ook al heb je de leeftijd om te kunnen trouwen nog niet bereikt. Het denken aan een bruiloft komt over het algemeen veel meer voor bij vrouwen dan bij mannen. De vrouwen kijken alvast naar jurken, bloemen en de locatie waar ze graag zouden willen trouwen. Het is helemaal fijn om deze gedachten ook met elkaar te delen. Zelfs over de lijst van gasten wordt alvast gefantaseerd en de bruidsmeisjes natuurlijk. Maar wat als het niet lukt om je vader erbij te hebben om jou naar het altaar te begeleiden? Wel, daar gaat deze video over. Kijk deze video over 62-jarige man die trouwt met een 11-jarige. Vooraf trouwen. Jim woonde in Californië. Hij was getrouwd, had kinderen en zelfs kleinkinderen. Hij was een vrolijke man en genoot elke dag van zijn leven. Hij was positief ingesteld en geloofde dat het zijn leven altijd zo zou zijn. Maar het lot bepaalde dat anders. 11 jaar geleden werd hij vader van een meisje, Josie. Hij was heel erg blij om haar in zijn leven te hebben. Ze maakte hem tot de gelukkigste man op aarde. Hij besloot vanaf dit moment voor haar te leven. Maar toen Josie 10 jaar oud werd, sloeg het noodlot toe. Jim kreeg kanker. De familie was kapot door deze plotselinge ziekte. Jim aan de andere kant dacht aan Josie en hij wist dat hij het niet zou overleven om haar huwelijk nog te kunnen bijwonen. Dit was een belangrijk evenement voor hem, zoals voor de meeste vaders. Hij zou deze belangrijke dag niet willen missen. Deze gedachte hield hem bezig en hij kwam toen op een briljant idee. Hij zou haar zogenaamd laten trouwen, zodat hij dit edele moment toch nog mee kon maken. De ceremonie werd groots gevierd. Familieleden en vrienden werden uitgenodigd om deze denkbeeldige ceremonie bij te wonen. Jim bestelde 2 dagen van tevoren de taart, een mooie jurk voor zijn prinsesje en natuurlijk veel bloemen. De dag brak aan en Jim hield zijn dochter vast terwijl hij haar door het gangpad naar het altaar begeleidde. Nadat de pater een mooie speech gegeven had, verkondigde hij de 2 tot vader en dochter. Terwijl deze woorden geuit werden, waren alle gasten in tranen, zelfs de man in het gezelschap. Het was net als bij een echt huwelijk, waar gelachen en gehuild wordt. Josie zal zich deze dag zeker voor de rest van haar leven herinneren. Een maand later overleed Jim, maar deze herinnering bleef voortleven. Abby. Abby was 4 jaar oud, maar had een heel ander leven dan een normaal kind van haar leeftijd. Ze speelde niet met andere kinderen. Integendeel, ze bracht de meeste tijd door in het ziekenhuis. Dit was omdat ze leukemie had. Ondanks haar omstandigheden was ze echter een vrolijk meisje en kon je altijd een glimlach op haar gezicht zien. Tijdens een van haar vele bezoeken aan het ziekenhuis ontmoette Abby een hele zorgzame persoon. Zijn naam was Matt. Hij was een verpleger in het ziekenhuis waar Abby lag en hij bezocht de kinderpatiënten heel graag. Ook al was het niet elke keer nodig. Abby en Matt hadden een hele warme relatie. Abby vond hem zo leuk dat ze dolgraag met hem wilde trouwen en dit vertelde ze aan haar moeder. Ze was serieus en haar moeder belde Matt op en bood haar dochter aan. Matt nam Abby ook serieus en ging akkoord. De medewerkers in het ziekenhuis werden ook op de hoogte gesteld en ze waren allemaal bereid om de wens van Abby in vervulling te laten komen. De doktoren deden er alles aan, zodat de ceremonie zo origineel mogelijk was. Abby droeg op die dag een mooie witte jurk en had een boeket bloemen bij zich. Matt had een keurig zwart pak aan en ze waren klaar voor de grote dag. Net als bij een echte ceremonie werd Abby naar het zogenaamde altaar begeleid via het gangpad. Terwijl ze liep werden er rozen voor haar uitgestrooid. Om de hoogte van Abby te bereiken ging Matt op zijn knieën en vroeg hij aan Abby of ze met hem wilde trouwen. Natuurlijk antwoordde ze met ja, waarna ze Matt stevig omhelste. Het koppel deed de ringen bij elkaar om en sneden zelfs samen een stuk taart af, net zoals bij een echt huwelijk. Matt was blij dat hij Abby dit geschenk had kunnen geven en haar bij kon staan in deze zware periode. Deze herinnering bleef niet alleen Abby en Matt bij, maar ook bij alle andere doktoren en betrokkenen die aanwezig waren bij de ceremonie. Campagnehuwelijk. Kindhuwelijken komen nog steeds voor in de wereld, maar niet iedereen is er zich daar bewust van. Sommige mensen kiezen ervoor om maar niets te zeggen bij het zien van zo'n huwelijk, voornamelijk omdat de ouders toestemming geven en ze zelf slechts omstanders zijn. 12-jarige Thea zat precies in deze situatie, waar ze met een 37-jarige man zou trouwen. In oktober 2014 maakte de 12-jarige Thea aanstalten om met de 37-jarige Gael te trouwen. Thea plaatste tijdens het plannen van haar huwelijk alle ideetjes en updates op haar blog. Hierdoor werd haar blog de bekendste huwelijksblog in Noorwegen. Ze plande haar huwelijk precies zoals een echte bruid dat zou doen. Ze ging als eerst naar een lokale bakkerij waar ze haar bruidstaart kon proeven en haar favoriete smaak kon kiezen. Vervolgens ging Thea naar de kapper om haar kapsel en make-up te bepalen. Thea had in dit geval toestemming van haar moeder om make-up op te doen. Ze ging verder met haar planning en paste verschillende bloemenkransen. Het huwelijk zou plaatsvinden in een mooie kerk, gelegen in Noorwegen. Ze betrok iedereen bij het evenement. Degenen die niet aanwezig konden zijn, mochten het huwelijk live volgen via haar Facebookpagina. Het huwelijk werd meer dan 30.000 keren gedeeld op social media. Vele mensen die dit bericht tegenkwamen waren echter teleurgesteld en keurden het hele gebeuren af. Sommigen lieten het daar niet bij zitten en namen contact op met de politie en de organisatie voor jeugdzorg. Maar de autoriteiten deden niets aan het gebeuren en er kwam geen verandering in de situatie. De autoriteiten deden echter niet zomaar niets aan de situatie. Ze waren namelijk al op de hoogte van het gebeuren en wisten dat het huwelijk ook niet plaats zou vinden. Het huwelijk was een protest, in samenwerking met een internationale organisatie. De bedoeling van het protest was om het bewustzijn aan te wakkeren omtrent de 39.000 kinderen die wereldwijd gedwongen worden te trouwen. Thea hoopte dat het zien van een kinderbruid als een krachtig beeld gebruikt kon worden om aan te geven hoe ernstig de situatie in werkelijkheid is. Als mensen zouden opkomen voor deze kleine bruiden door sponsoren te worden van de kinderen, is het mogelijk dat ze hun brutale lot kunnen ontvluchten. Het huwelijk van Thea had een website waar informatie te vinden was omtrent kindhuwelijken. Kindhuwelijken kwamen het meest voor in plaatsen zoals Zuid-Azië, Sub-Sahara-Afrika en West-Afrika. 2/3 van de kinderen daar worden uitgehuwelijkt nog voordat ze 18 jaar oud zijn. Deze jonge meisjes krijgen niet de gelegenheid om volwassen te worden voordat ze uitgehuwelijkt worden. Hun educatie en vrijheid worden weggenomen. En als haar man besluit dat ze te oud is, dan laat hij haar gaan en moet ze zelf zien te overleven. Het jong uithuwelijken is het wegnemen van de rechten van een jong meisje en is ook illegaal. Het is erg schadelijk voor haar mentale en fysieke welzijn. Thea wilde dat mensen dit alles zouden beseffen door haar zogenaamde huwelijk. Ze dacht dat als meerdere mensen zich bewust werden van de ernst van de kindhuwelijken, dat meerdere mensen dan wat zullen doen om het probleem te verhelpen. Thea gelooft dat kinderen kinderen zijn en de gelegenheid moeten hebben om kind te zijn. Thea is jong, maar was dapper om zo'n grote verantwoordelijkheid op zich te nemen en een verschil te willen maken. Hopelijk brengt deze campagne van Thea een positieve verandering met zich mee. Jongste bruidegom. De 9-jarige Saney is de jongste bruidegom van Afrika op het moment dat hij met Helen trouwde. Het was de perfecte dag voor een bruiloft, maar misschien niet de perfecte bruiloft. De 62-jarige vrouw Helen Shabangu en de 9-jarige Saney Masilela trouwden in Zuid-Afrika met elkaar. De ceremonie vond plaats in Ximhungwe. De jonge bruidegom had zijn keurige grijze smoking aan en de bruid haar prachtige witte jurk. Ze hadden gasten bij de ceremonie en ook muziek en heerlijk eten. De geloften werden uitgewisseld en Helen kuste Saney. Kortom, het was net een echt huwelijk. Terwijl Saney nog maar net een schoolkind is, is Helen reeds getrouwd en heeft ze al 5 kinderen met haar man. Volgens Saney moest hij met Helen trouwen in opdracht van zijn overleden grootouders. Hij vertelde dit aan zijn moeder en ze nam het bovennatuurlijke bericht heel serieus. Er werd geld ingezameld voor de ceremonie en Saney koos Helen uit om zijn bruid te zijn. Hij koos haar omdat hij van haar hield. Als vriendin van de familie voelde Helen zich gedwongen om deel te nemen aan het huwelijk. Helen voelt zich gezegend dat de jongen haar gezin koos voor dit ritueel. Ze gelooft dat er iemand ziek zou worden als ze niet was getrouwd met Saney. Ook haar man is het eens met haar beslissing en was zelfs bij de ceremonie. Alhoewel de gemeenschap het niet eens was met hun huwelijk, gaven ze aan dat het gebeuren slechts symbolisch was. Ze maken de grootouders blij door middel van deze ceremonie. Helen is trots op Saney dat hij de opdracht van zijn grootouders serieus nam. Op deze manier blijven ze vervolgens voortleven en zorgen ze voor bescherming en geluk. Het huwelijk had slechts 1 ceremonie en de ringen. Helen en Saney hebben namelijk geen huwelijksakte ondertekend. Saney woont nog steeds bij zijn moeder en gaat nog steeds naar school. Helen woont bij haar man en heeft haar gezin bij zich. Saney gaat wel van tijd tot tijd op bezoek bij Helen en onderhouden ze de relatie die ze met elkaar hebben op deze manier. Om de voorouders tevreden te stellen en hen te blijven eren, werden de geloften na een jaar weer herhaald. Het koppel kleedde zich weer aan in de kleren van het huwelijk en de geloften werden opnieuw uitgesproken. Saney heeft plannen om zijn studie af te maken en later, wanneer hij wat ouder is, zal hij trouwen met een vrouw van zijn leeftijd. Dat wordt pas een echt huwelijk. Misschien dacht jij dat het uithuwelijken van kinderen iets uit een vorig tijdperk was. Wel nee hoor, het is nog steeds gaande de wereld. Via campagnes en experimenten probeert men dit gebruik te stoppen. Maar, zoals je ondertussen al hebt gemerkt, bestaan er verschillende vormen van kindhuwelijken. De ene trouwde omdat haar vader het huwelijk wilde bijwonen en de ander trouwde vanwege rituele redenen. Dit soort huwelijken zijn niet illegaal, omdat er geen huwelijkscertificaten getekend worden. Maar ik wil je toch op het hart drukken dat je bij het zien van een huwelijk waarbij het leeftijdsverschil veel te groot is, je het beste de politie in kunt schakelen. Ken je iemand die op jonge leeftijd om een of andere reden is getrouwd? Laat het ons ook weten hoe je over kindhuwelijken denkt en hoe het opgelost kan worden. Vertel het ons in de comments. Vergeet ook niet om te liken, te abonneren en op het belletje te klikken om als eerste een notificatie te krijgen zodra wij weer een nieuwe video uploaden.